Jongens, vandaag gaat het beginnen. Vandaag gaat het weer beginnen in Nederland, keukenkampioen divisie. En de transferwereld is dit jaar echt één enorm grote chaos. Het is genieten, het is heerlijk en we gaan het vandaag weer een keertje over hebben. Ten eerste wil ik jullie enorm bedanken voor de support de afgelopen tijd. We zitten op 102.400 abonnees. Bijna niet geabonneerd. Doe het dan vooral even. Doe het. 102.500 voor morgen. En dan komt er morgen weer een nieuwe transfervideo online. Abonneren heeft je niet gedaan. Meer dan 35% van de kijkers heeft dat niet gedaan. Zou ik waarderen. En ik wil nog even kort iets zeggen over de site waar jij voetbalshirtjes kan kopen. Voetbal-nl.com. En je krijgt dan letterlijk alle shirts van, bijna alle shirts. Doe toch. Ze zijn niet ongoedkoop. Het zijn niet Europese replica's, maar die vanuit China. Met de kortscode Timo krijg je 15% korting. Ze zijn hartstikke goede kwaliteit. Ze niet onderscheiden van anderen. De site is niet van mij, wil ik even erbij zeggen. En stel je hebt een klacht of iets, dan kan je dat wel naar mij sturen. Want ik zie soms iemand in de comments er iets over zeggen. Maar ik werk samen met ze en ik heb nog een enkele keer onder de streep gehoord dat een bestelling niet is aangekomen of niet is voltooid. En al meer dan 800 mensen hebben momenteel besteld bij die site vanuit mij. Dus dat wil ik even meegeven. En als je daar zo'n shirtje wil kopen, dan kan dat met de kortscode Timo via het linkje in de beschrijving. En we beginnen meteen met de transfer die echt net voordat ik dit ga opnemen geconfirmed is. Thiago Silva naar Chelsea. Gratis transfer. Helemaal top. Chelsea zocht een nieuwe centerback. Ja, Chelsea, de koning van de transferperiode. Gisteren announceerden ze Ben Chilwell. En waarschijnlijk morgen of overmorgen Kai Havertz, de volgende in de lijstje. Ja, deze is ook 100% zeker afgerond. Hij moet alleen nog aangekondigd worden. En ik weet niet of die al gekeurd is. Met Thiago Silva wisten we dus wel al dat hij donderdag gekeurd ging worden. En dus vanochtend aangekondigd is. Waarschijnlijk zal Havertz of nog even over het weekend wachten met zijn transfer. Of dit weekend aangekondigd worden. Ja, en dan heeft Chelsea al bijna 250 miljoen euro uitgegeven. Maar dan hebben ze ook echt een selectie waar je u tegen zegt. En die echt wel mee kunnen doen om de titel volgend jaar. Dat denk ik tenminste. Deze week komt ook mijn Premier League voorspelling online. Chelsea zal daar best wel hoog staan. Want ze hebben echt geweldige transfers gedaan. Ik besprak laatst Maitland Niles. Die misschien van Arsenal naar Wolverhampton zou gaan. Maar dit heeft natuurlijk wel te maken met Doherty van Wolverhampton naar Tottenham. Deze lijkt bijna rond te zijn. Hij is bijna rond. Deze gaat gebeuren binnen een paar dagen. En Doherty was wel een van de beste verdedigers. Misschien wel de beste van Wolverhampton. Op die backpositie deed hij het enorm goed. En ik denk dat hij in het systeem van Mourinho bij Tottenham ook al goed past. Dus het is een goede transfer. En wat opvallend is bij deze, is dat hij maar eigenlijk 18 miljoen euro. Daar staat 20. Maar hij kost maar 18 miljoen euro voor een Ierse Premier League speler met veel ervaring. Ja, ik vind het apart. Ik vind het apart dat hij zo goedkoop is. Udinese heeft al een aantal Nederlandse spelers. Ik geloof een stuk of 3 momenteel. Maar ze willen een selectie nog gaan toevoegen met Ouwe Jan van AZ. Ja, weet je wat het is bij AZ? Heb je natuurlijk Ouwe Jan. Prima voetballer. Helemaal niks mis mee. Zou bij bijna iedere Eredivisieploeg gewoon in de basis staan, denk ik. Maar bij AZ heb je gewoon Owen Wijndal op die positie. Enorm groot talent. En die moet het gaan doen bij AZ. Ouwe Jan gaat sowieso niet de voorkeur krijgen daar. Dus is het voor hem misschien beter om weg te gaan. Udinese wil waarschijnlijk 3 miljoen betalen. En het zou een prima bedrag zijn. Prima transfer ook. Ja, ik zag deze vaak in de comments staan. Ik heb nog eventjes gewacht met hem te bespreken. Maar het is wel duidelijk. Van Wolfswinkel, ja, gaat weg bij Basel. Dat is nu 100% zeker. Hij heeft het zelf aankekondigd. Ga nog 1 wedstrijd spelen of bekerfinale. En daarna is hij transfervrij. En wat voor een stunt zou het zijn als Ricky van Wolfswinkel nu in dit punt van zijn carrière, hij is natuurlijk net enorm geblesseerd geweest, maar ik denk nog wel dat hij een paar jaar wel goed mee kan ballen, naar FC Utrecht gaat. Utrecht doet het dit jaar tot nu toe geweldig ook op de transfermarkt met bijvoorbeeld het halen van Elia. Ja, het zou een knappe transfer zijn en Utrecht zou dan ook wel een ploeg zijn waar we volgend jaar rekening mee kunnen houden. Daar loopt het echt allemaal tot nu toe best prima. En ik denk dat ze sowieso een poging gaan doen om te halen. Het is al 100% zeker dat er gesprekken zijn geweest. Dit is dus alleen nog niet concreet. Bij Juventus gaat het een stuk beter dan bij Barcelona. Je hoort er niet heel veel van, heel veel negatief nieuws. Niet heel veel van spelers die weg willen. Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar ja, de eerste aankomst is al binnen. McKennie van Schalke gaat naar Juventus toe. Wordt eerst een jaartje geleend voor 3 miljoen euro. En daarna kan die of gaat hij waarschijnlijk een overstap maken definitief naar Juventus voor 18 miljoen euro. Samen dus 21 miljoen. Ik zet het op de 20 miljoen. Weet je, ik rond mijn transfersom heel vaak af vandaag. Maar ja, weet je, McKennie was gewoon een grote neem bij Schalke. Als hij bij Juventus het goed kan doen, prima. Ik geloof wel dat Juventus al heel veel middenvelders heeft. Maar ja, bij Juventus is het wel veel meer een soort van verjonging van de selectie dan dat er bij Barcelona is.
En ik denk dat ze met McKinney daar wel goed aan doen. En ook met het halen van Arthur, dat ze daar ook al goed aan hebben gedaan. En je weet waar we nu over gaan hebben. Je weet waar we het nu over moeten hebben, Barcelona. Kijk, dat blijft iedere dag zoveel gebeuren. Dus je kan niet een dag niet over Barcelona hebben. Om te beginnen, Rakitic gaat bijna 100% zeker weg bij Barcelona en gaat naar Sevilla. Barcelona vraagt nog altijd tussen de 5 en 10 miljoen euro. Rakitic wil heel graag terug naar Sevilla gaan. Sevilla is bereid dit te betalen. En daarnaast moet Rakitic enorm veel geld inleveren. Meer dan de helft van zijn salaris is hij dadelijk kwijt. Maar ik las dus iets wat echt heel erg is voor Barcelona. Dat 81% van hun begroting zijn salariskosten. De meer dan 500 miljoen euro betaalt Barcelona per jaar aan salaris, uitgaves. En dat is dus het enorm grote probleem wat ze hebben daar in Barcelona, waardoor ze nu geen nieuwe spelers kunnen halen. Maar ja, Rakitic verdient 7 miljoen euro per jaar. Dat kunnen ze dan alvast vanaf gaan schrijven. Krijgen ook 5 miljoen euro van de transfer. Waarschijnlijk zoiets. Dus dan zou het onder de streep gewoon een hele goede transfer zijn dit. En Suarez gaat dus weg. We weten eigenlijk wel, toch wel, steeds meer zeker en zeker dat Suarez niet naar Ajax zal gaan. Overmars zei zelf ook dat de kans klein is. En weet je, Suarez is nu nog wel echt al het punt van zijn carrière. Dat hij er ook nog altijd 25 in legt in de La Liga. Dan zou hij er 50 in leggen in de Eredivisie. En snap je, hij kan nog altijd op een hoger niveau en in een hogere competitie spelen. Ja, Juventus wordt nu toch wel echt heel concreet genoemd. En ik denk ook wel dat hier wel echt wat achter zit. Het zou heel vet zijn, hè? Suarez met Ronaldo samen voor een paar jaar nog. Terwijl Suarez en Messi beste vrienden zijn. Ja, heel apart. Maar besef wel, ja, weet je, het is wel raar dat hij aan Juventus gelinkt wordt. Terwijl daar juist die verjonging zo'n groot ding is. En in de aanval bij Juventus heb je nu Higuaín staan. Zijn contract wordt ontbonden. Je had eerst Mandzukic, waarvan het contract meteen, ja, die is ook weggegaan in principe. Maar dat is al een periode daarvoor. En het zou dan weer niet een jonge spits zijn die gehaald wordt, maar weer een speler maar voor 1 of 2 jaar met Suarez. Dan zou ik hem eerder stallen bij Paris Saint-Germain. Daar is het niet per se een heel groot probleem, die leeftijd voorin. Want Ronaldo is ook al oud. Dan heb je twee bijna spelers die al bijna 35 zijn. Ja, Suarez is 31 of zo, toch? Oh nee, Suarez is 33. Dus ja, weet je, het zal waarschijnlijk een gratis transfer zijn. Want ik denk, als Suarez weg kan, dan moet Barcelona het gewoon meteen accepteren. Omdat ze dan heel veel salarissen kunnen besparen. Onder de streep bespaart ze dat heel veel geld. Maar Juventus, samen met Ronaldo in de aanval, het zou kunnen. En het lijkt nu dus gewoon de koploper om Suarez te halen. Maar het is toch wel weer een aparte transfer als Juventus dit weer doet. Maar ja, ze worden niet voor niets de oude dame genoemd. En Suarez pas vast wel in het voetbal bij de Serie A. Kan samen spelen met Chiellini, die hij nog een keer heeft gebeten. Hij moet het allemaal zelf weten. Lionel Messi. Ja, weet je, ja, wat moet je hierover zeggen? We weten het allemaal wel. Ten eerste, hij gaat weg. Dat is 100% zeker. Bartomeu heeft gezegd, nee, we willen je houden. Oké, dat kan, tot 2021. Maar Messi lijkt echt te blijven zeggen van, yo, ik wil niet meer, ik wil echt weg. En Bartomeu moet eigenlijk gewoon oprotten. Maar ook als Bartomeu weg zou gaan nu, wil Messi nog altijd weg. En ja, het is gewoon zo, je kan beter een speler niet hebben dan een ontevreden speler wel hebben. En al is het Messi, als Messi ontevreden is en niks meer doet in de selectie, dan betaal je wel nog altijd tientallen miljoenen per jaar aan zijn salaris en zijn contract en alles erom en eraan. En dan heb je niks aan de speler Messi. En die 700 miljoen, die wordt nooit betaald, dat snappen we. Maar als Barcelona nu tegen de 100 miljoen voor Messi kan ontvangen, dan zouden ze dat toch echt moeten accepteren. Messi is dadelijk wel echt passé, zoals Johan Derksen ook een keer heeft gezegd, als hij geen interesse meer heeft om te spelen, maar moet blijven. Enige club die Messi echt kan halen, die Messi echt wil halen, waar hij ook echt bij past, is Manchester City onder Pep Guardiola. Hij zal niet nu naar Argentinië toe gaan. Hij zal zeker niet naar Juventus toe gaan, ook niet naar Inter. Paris Saint-Germain zou eventueel nog wel kunnen. Die kans zijn maar ook al klein. City is de meest logische oplossing voor Messi. En er wordt zelfs nu gesproken, maar dit dat moet je niet geloven, ik bespreek het nog niet. Een gerucht dat City al 100 miljoen heeft geboden. En Bernardo Silva, en Gabriel Jesus, en Eric Garcia. Bullshit. Maar Eric Garcia zou wel in een deal betrokken kunnen worden. Dat zou Barcelona wel nog iets schelen. Messi moet gewoon naar City, dat is zeker. Hij moet eigenlijk dit jaar al weg en anders gaat hij volgend jaar weg. En heeft Barcelona een jaar lang nog
een ontevreden Messi. Goed, ik weet wel bijna 100% zeker dat Messi binnen een paar dagen waarschijnlijk een statement gaat plaatsen of met iets naar buiten gaat komen. Zodra dat komt ga ik dat meteen bespreken. Dan zal het ook al zeker zijn waar de toekomst van Messi naartoe gaat. Want een nieuwe competitie begint ook al bijna. En ik denk dat Messi wel, zeg maar, nog wel aansluiten bij zijn nieuwe ploeg. Als hij dat zou doen. Dit was al het nieuws van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Blauw duimpje omhoog hebt gedaan. Abonneer vooral even. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen laten ze niet vallen.